Het was even zweten voor de toernooidirecteuren Paul Harhuis en Jacco Elting toen Yannick Noah zich afmeldde voor het veteranentoernooi. Op het allerlaatste moment moesten zij op zoek naar een vervanger. Jeetje, balen zeg. Wat nu? Wie zijn er? Oké, dan ga je gewoon eerst met z'n tweeën overleggen welke spelers wil je hebben. Welke spelers zijn nog mogelijk, financieel gewoon. En welke spelers kunnen überhaupt. En zo kwamen Harhuis en Elting uit op Wimbledon-winnaar Goran Ivanišević. De Kroaat is de laatste toevoeging aan de spelerslijst. Ik denk dat dit toernooi is waar we het meest trots op zijn van alle andere jaren. Onder deze omstandigheden zo'n veld en dadelijk zo'n toernooi op de mat te leggen, ja, daar zijn we heel trots op. En met spelers zoals Mark Philippoussis mag je als toernooidirecteur ook best blij zijn. Vooral als de Australiër bereid is om een tennisgek te verrassen met twee VIP-kaarten voor het toernooi. Maar de winnaar heeft ook een verrassing voor Harhuis en Philippoussis. Ja, dan zegt hij van, goh, kom even mee naar boven. Ja, je weet natuurlijk niet wat je moet verwachten. So it's a little bit surprise, but maybe I read something about you, Paul, that you need to sharpen your reflexes. Yeah. I want to challenge Mark as well. De twee tennissers worden compleet verrast. De zolder is omgetoverd tot een heuse gamekamer. In een racespel neemt Harhuis het op tegen Philippoussis. Maar snel blijkt dat de Australiër veel meer ervaring heeft met dure auto's dan Harhuis. En dat resulteert in een overwinning voor Philippoussis. Voor tennisfan Gerard was het een geweldige avond. Hij hoopt op meer bekende bezoekers. Ik hoop er nog wel een paar meer te ontmoeten. Als ik ze zo gek kan krijgen om nog langs te komen. Ja, je moet een bloedtoort in je kamer.